All right. Nee. Er zijn een beetje twee dingen die in me spelen. Aan de ene kant lijkt er een soort gevoelloosheid te zijn. In die zin, alle dingen die er gebeuren in mijn leven, ik vind dat moeilijk om naadloos te accepteren wat er is. Maar of het nu gaat, zeg maar, om de vluchtelingenstroom of dat mijn dochter het heel moeilijk heeft, ik vind het prima. Soms wordt er dan tegen me gezegd, je reageert wel heel goedjes. Een van mijn beste vriendinnen ging dood, geen traan. Ik mis haar hartstikke soms, want ik kon me zo vreselijk lachen, maar ik vind het prima dat ze dood is. Aan de andere kant kan ik buiten lopen, gisteren wandelen we ergens. En dan zie je zo'n prachtig klein bloemetje en dan barst ik bijna. En dan denk ik, oh, wat, je bent zo mooi. Het is naast elkaar, maar tegelijkertijd vraag ik me nu ook wel af van, moet ik niet over elkaar heen vallen? Maar waarom denk je altijd dat er iets mis is met je? Nee, ik weet niet of er iets mis is, maar het lijkt me... No, it's not. Er is niks mis mee. Het is fantastisch. En op volgend moment kan je misschien de tv aanzetten en dan zie je een rubberbootje met vluchtelingen en dan huil je. Het zou zomaar kunnen. En het is allemaal even welkom. Natuurlijk wordt het niet. Dus. Brilliant. Het is ontdaan van het hoort zus en zo. En als er iemand, dan moet ik zo reageren. En al die verhalen zijn weg. En dan hou je gewoon de pure beleving over. En die manifesteert zich zoals die zich manifesteert. En niet volgens conventies. Ook niet volgens spirituele conventies of whatever. Gewoon zo. Het is beautiful. Het is ongepland en in verwondering zie je hoe dat zogenaamde levenspad zich ontvouwt. En het is wel cool. Dank je. Ik heb nog een andere vraag. Hoe is het met natuur van een mens om gezien te willen worden? Is dat zo? Dat is normaal. Nee, dat is normaal. Normaal, oké. Okay. Normaal, dat betekent dat de meesten daar last van hebben. Als iedereen kanker heeft, of bijna iedereen, is dat normaal. Het is niet natuurlijk. Nee? Ja, in onze cultuur, in de lichaam enzovoort, beroemd worden. Ja, dat is nogal een uitlast, ja. Ja, maar ik bedoel, als kind wil je ook gezien worden. Ja, maar je bent geen kind meer. Nee, oké, maar die emotie... Bij mij ja, en dat betekent dus, daarom zeg ik vaak dat de meeste mensen in mijn ogen kleuters zijn met een lichaam van een 40, 50 jaar. Ja. Ja, nou, dat is wel normaal, maar niet natuurlijk. Nee. Maar, dus menselijke volwassenheid, nog los van verlichting, ontdoet je daarvan. Dan hoef je niet meer gezien te worden. En de vraag die jij je zou kunnen stellen, dus om weer weg te komen van die algemeenheden, is waarom sta ik toe dat ik als een kind blijf functioneren? Waarom accepteer ik dat dat normaal is? Als je, nogmaals, serieus bent en je willen bevrijden van dingen, which I doubt, by the way. Nou, ik kom straks zo sterk tegen in mezelf. Ik denk, ja, dat is een soort natuurlijke beweging. Maar kijk, stop. Je komt dat vaak tegen in jezelf. En wat doe je daarmee? Ja, dat is een natuurlijke beweging. Dat is nou niet echt de houding van de spiritual warrior, weet je wel. Wat is de houding van de spiritual warrior? Die zou het niet accepteren en er alles aan doen om het eruit te krijgen. Maar moet je iets doen. Ja, maar dat doe je nu ook. Toegeven aan je neigingen de hele tijd. Een soort niet doen. Nee, dat is gewoon slapte. Oké. Okay. Maar heb je daar dan een keuze in? Of nee, maar dit kan wel iets teweeg brengen in iemand. Dan mag ik een heel simpel voorbeeld geven. Hè? Je merkt op een gegeven moment dat iedere keer als je die deur dicht doet, dat je hand ertussen zit en dat het zeer doet. En ik wil die pijn niet. Dan kan het zijn dat na een keer of 283 je zoiets hebt, misschien moet ik die hand even zo. Nee, dan gaat de deur beter dicht en ik heb geen pijn.
Dit is zo van, ja, dat is nou helemaal normaal. Zo doen mensen dat. Ja, nee, ik doe niks. Ja, er is geen vrije wil. Dus ja, het is normaal om met zo'n hand rond te lopen. Vooral mensen die dan beginnen over van, ja, maar doen en niet doen. Die gebruiken dat als een excuus om gewoon die slappe zooi voor te zetten. Het is gewoon smoesje. Meestal zoekt iemand een stukje spiritualiteit wat past bij de dingen die hij al gelooft en past bij de slappe houding die er al is. Zelden om iets te confronteren of in de fik te steken. Maar gewoon om het lekker zo te houden en dan zijn we nog een beetje bezig met dingetjes en we gaan een keer naar een satsang. Oh, ik ben met dat fight al bezig. Ja, over 20 jaar nog. Nothing will happen. Want het gaat niet over naar satsang gaan, het gaat erom om in je eigen leven in de fik te steken wat onecht is. En it's a lot. Nou, maar als je die eerlijkheid al hebt, dan heb je een begin. Als je niet eerlijk bent, dan kom je nergens. Als je niet echt interesse hebt en iets onderzoekt, dan kom je nergens. Dan blijf je gewoon, en dat is de verkeerde vorm van revolutie, in cirkeltjes draaien. Spirituele revolutie doorbreekt iets. En dat doet soms zeer. En misschien verlies je een arm of een stuk van je hart. En dat begint dus weer met een stukje helderheid te hebben. Dus als jij de helderheid hebt, gecombineerd met die eerlijkheid, die ook in iedereen is. Je weet als je liegt of een smoesje maakt. You know. Anders ben je echt helemaal, dan zat je hier sowieso niet. Weet je wel, als dat er is, een beetje van die helderheid, dan zie je gewoon welke route je zogenaamd kiest. Uit gemakzucht. Always taking the easy way. Uit angst. Ja, uit angst voor het een of ander, terwijl je niet helder hebt dat die angst is er al. Dus angst is geen argument. Je bent al bang, daarom doe je al die dingen om je zogenaamd veilig te wanen en geen risico te lopen. En weet je wel, je zit al in de klauwen van de angst, daarom ben je zo. En maak je jezelf de hele tijd wijs dat hoe je dat allemaal doet en zo, weet je wel, dat het wel oké is. Zo kom ik er ook wel. No, you won't. Een burn-out is gewoon een crisis die niks met werk te maken heeft, maar die je probeert te dwingen tot een radicale koerswijziging. Ja. Yes. Dus een tijd lang kunnen dingen passend zijn. En op een gegeven moment begin je signalen te krijgen dat het niet meer klopt. En wat we meestal doen is het wegredeneren of we nemen nog een glaasje wijn of een ander middeltje en dan gaat het wel weer. En we plannen een vakantie. Oh, lekker. En dan daarna ga je op dezelfde voet weer verder. Weet je wel, of nou weet je wat, we gaan een beetje mediteren. En dan, zodat ik als een moron door kan gaan met wat ik al deed. Terwijl ik de signalen krijg, stop. Change. Maar we zijn reet te bang voor verandering. Nou, ik ben niet bang voor verandering, maar ik heb wel zoiets van en dan? Ja, dat bedoel ik. That's the fear talking. En zo, dan hebben we het wel eens over in spirituele kringen, en weer zo'n dualistisch ding van vertrouwen in het leven, wel die hebben we helemaal niet. Want dan vroeg je je dat niet af, je stopt dan gewoon met je hand tussen die deur duwen en dan ga je niet afvragen, ja wat dan? Wat dan komt vanzelf? Toekomst, weet je wel, dat wat op je toekomt, dat hoef je niet te doen. You just have to be. Maar wij willen alles doen, alles onder controle houden. Controledrang is angst. We're all scared shitless. Daarom willen we alles eronder houden. En daarom zeggen al die systemen op een gegeven moment, fear no more. Het is slecht voor het organisme. Het wordt er ineffectief van en onintelligent. Het meest intelligente stukje is dat stukje in ons wat niet bang is om de boel overhoop te gooien. Omdat het weet dat wat de totale calculatie is. Ego zegt altijd alleen maar, dit en dit en dit kan je kwijtraken. Het vertelt je er niet bij wat het kost om de hele tijd niet naar die GPS te luisteren. Namelijk dat je steeds onnatuurlijker wordt. Dat je steeds meer afgestompt raakt van werkelijke signalen. Dat je niet leeft, maar bezig bent met overleven. Dat je dingen doet die gewoon helemaal niet passend zijn. Terwijl het niet hoeft.
Allemaal om dingetjes te behouden. Dus dan kunnen we wel roepen, ik ben niet bang voor verandering. I don't believe you. Want anders zou je gewoon nu ermee ophouden. Verandering is heel makkelijk. Gewoon nou, cut it. Strikt genomen heb ik eerder geroepen, kan iedereen vandaag zijn leven radicaal veranderen. Door simpelweg niet naar huis te gaan, maar just to keep going. Go east, west, north, whatever. Dat ben je je complete leven kwijt, is alles anders. Nobody will. Maar het idee van het is moeilijk om te veranderen is gewoon kletskoek. In 1 seconde kan alles anders zijn. En dat weten we wel, want we liepen allemaal wel eens op straat of we kwamen een cafeetje binnen. In 1 seconde zag je hem of haar. Boom. Je oude relatie was meteen waardeloos. Je was bereid naar een andere stad te verhuizen. En voor mijn part een jurk aan te doen. Kan me niet schelen als hij of zij maar. Weet je wel? 1 second. 1 seconde. Er hoeft maar 1 adertje hier te begeven. It's all different. Weet je wel? And we believe in control. Yeah, right. Intuïtie fluistert. Ego schreeuwt. Nou, als die aan het schreeuwen is, dan hoor je niks. Maar hoe dan? Je moet toch back off. Beginnen? Back off. Je aandacht schenken aan bewustzijn. Aan dat wat al stil en helder is. Daar zijn. En dan komt het vanzelf. Binnen een seconde, of binnen een dag, of een week. Het kent geen tijd, dus het heeft geen haast. Ego heeft haast. Ik laat dit pas los als ik weet wat er voor in de plaats komt. Intuïtie is een groot voorstander van oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Omdat het dan weet dat je misschien even blijft zitten. De oude schepen meteen verbranden. En dan hebben wij 100 argumenten om het niet te doen en door te modderen. Want de hypotheek en de wintersport. En dat is allemaal belangrijker dan mijn welzijn. De vraag die je zou kunnen stellen als je stil bent. Dus niet als je erover nadenkt, maar als je stil bent. Is, doe ik het verkeerde werk of doe ik het werk op een verkeerde manier? Je moet doen wat je zelf weet. Jij bent waarheid. You know. Als je maar eerlijk genoeg durft te zijn en open genoeg. Het antwoord komt altijd en iedereen kent dat. Je weet allemaal, iedereen heeft 10 voorbeelden in zijn leven. Dat je iets gaat doen en het gets fucked up. En je hebt zoiets van, ja, ik wist het wel. Ja, natuurlijk, want het wordt je verteld. Maar je moet het zelf beslissen. Wat betekent dat je al je angsten en projecties aan het stuur laat zitten van je leven. En dan denk je ook nog dat dat jouw vrije wil is. Yeah. It's fear on the steering wheel. Pretending it's you. Het is echt bizar. En dat kan alleen vanuit een totale eerlijkheid. Ben ik bereid om waarheid te horen hierover? Nou, bij de een is de irritatie de aanleiding om ermee te stoppen. En dan klopt dat. Bij de ander betekent dat hij gewoon ergens voor op de loop is. Namelijk dat hij daar de erkenning niet krijgt die hij zo graag wil. En dat irriteert mij. Mijn baas ziet me niet staan. Oh. Ik zie mijn collega's niet leuk. Boeien. Dus helderheid, eerlijkheid, dat is belangrijk. Want anders maak je gewoon, dan noem je het intuïtie, maar het is gewoon je ego. En het prettigste is, als we dat verhaaltje een beetje mengen met wat onprettige gevoelens. Want dan krijgen we een wat sterker ik-gevoel. En daar zijn we aan gewend. En ik ben liever een beetje gebonden en een beetje gecomprimeerd en een beetje afgescheiden. Want dan heb ik tenminste wat vertrouwd is. Vrijheid is scary. So I rather suffer. Op hoeverre is het ego in staat om zich pijn in het lichaam te projecteren? Ego is in staat om alles te overdrijven.
Dus ook pijn. Dus als het lijden wordt, is dat een product van het ego. Dan komen er verhalen bij. Pijn, emoties, die zijn ervoor om gevoeld te worden, niet om over na te denken. Dus dit kan een ingang zijn, wederom het concept van de spiritual warrior. Die kan hier gebruik van maken en hier ontdekkingen door doen. Maar als je de hele tijd op dezelfde manier met iets omgaat, dan krijg je altijd hetzelfde. Namelijk no progress. Ook niet op dat lichamelijke niveau, wat verder eigenlijk niet zo heel relevant is. Een van de kenmerken van werkelijke aanwezigheid, dus compleet zijn of verblijven in ik ben, of hoe je het uit wil drukken, is dat er geen vraag opkomt. Dus je weet één ding zeker, als er een vraag opkomt, behalve waar heb ik mijn sleutels of iets nuttigs, weet je wel, dan weet je één ding, dan ben je niet werkelijk aanwezig. Dus dat is heel makkelijk vast te stellen eigenlijk. Degene die roept, hoe moet ik hiermee omgaan? Dat is altijd het ego. Bewustzijn praat niet. Maar je hebt je ego... Nee. Je hebt je ego, gaat om, je hebt je ego wel nodig. Nee. Een relatie te onderhouden, denk ik. Nee. Zeker als iemand niet zo ver... Nee. Dit is weer de bankier die zegt dat bankiers nodig zijn. Oké. Nou, dus het gebeurt wel. Laat me gaan. Je hebt geen ego nodig. Nergens voor. Het maakt het alleen maar lastig. Wat is ego? Herinneringen, beelden, angsten, verlangens, projecties, verwachtingen. Hoe helpt dat waar dan ook bij? Maar dan rijst de vraag, waarom hebben we een ego? Eerst moet je onderzoeken of je er een hebt. En waar het uit bestaat. En waarom je denkt, als je hebt vastgesteld dat het er is, waarom je denkt dat je dat bent. En waarom je niet bent, dat je dit bent, wat ook een waarneming is. Want ego, nogmaals, is niks anders, basically emoties, beelden, gedachten en een paar sensaties. Dat zijn waarnemingen. Waarom stel je je op als een paar waarnemingen? Ain't that weird? Dat betekent bijvoorbeeld dat jij nooit niet bij een bank zou kunnen werken, denk ik. Ja, bij een bank wel. Ik denk alleen niet dat ik daar lang zou werken. Nee, want waarschijnlijk zou ik inderdaad dan tegen die mensen zeggen, doe dit niet. Die verzekering of die hypotheek, jongen, echt, don't do it, weet je wel. En ik denk niet dat de directeur dat dan op prijs gaat stellen. Sorry? Wat is dat nou weer voor vraag? Als je egoloos wil zijn, dan moet je kijken naar bewustzijn. It's the wrong way. Alles wat vorm heeft is beperkt. Kijk naar je eigen gelaat en die is vormloos. Is de verkeerde kant op. Het is onderdeeltje van de fascinatie met de wereld. Dus de blik die kant op. Je blik moet die kant op. Dit is een van de trucjes weer van het ego. Who wants to continue? Gaan we over dieren nadenken. Kunnen we nog vorige levens erbij gaan slepen? Of het hebben over het geweldige werk van mevrouw Blavatsky? Of... Maar nadenken over bewustzijn is soms ook wel... Ja, ik zeg ook nooit dat je erover na moet denken. Ik zeg dat je moet verhuizen. Je moet het opmerken. Je moet het je aandacht schenken. En dat is iets anders dan erover nadenken. Als je daar bent, als je gewoon bent, is er geen denken. Dat is het kenmerk toch wel. Dus over bewustzijn nadenken heeft niets te maken met de aandacht aan bewustzijn schenken. Nul. Een boek over bewustzijn lezen heeft niets te maken met de aandacht aan bewustzijn schenken. Nul. Dus een boekje kan alleen helpen, of een satsang, om
iemand te stimuleren, hè, dat er een shift gebeurt, zodat hij zijn aandacht daaraan gaat schenken. Voor de rest is het totally useless en hooguit entertaining. En hoe schenk je aandacht eraan dan? Nu. Ja, door op te merken dat er iets is wat iedere gedachte gadeslaat, bijvoorbeeld. You know that. Wat je ook voelt, denkt, wil, het wordt waargenomen. Geef je aandacht aan dat wat waarneemt. It's already here. Dat zie ik wel, maar op een of andere manier wil ik dan toch door. Ik, hè, dus ik kom op als gedachte of als beeld, jij komt op. Dat wil ik aan elkaar krijgen op een of andere manier, want we zijn nog één. De vraag is, wie wil dat aan elkaar krijgen? Het is weer het ego. Die je dus weer bij de kladden heeft en je wegleidt bij waar het om gaat. Hij wil van alles met elkaar rijmen en het begrijpelijk maken. Wat het ego eigenlijk wil, hè, zeg maar de slaapwandeltoestand, wat hij wil is de ontwaakte toestand inpassen in de slaapwandeltoestand. It's not gonna happen. Dat kan niet namelijk. Daarom heb ik zo moeite met wat je ook heel veel hoort over integreren of implementeren in mijn dagelijks leven. What the fuck? Er valt niks te integreren. Een like leeft niet. Weet je wel, je kunt een like niet in overeenstemming met leven brengen. Dat gaat niet gebeuren. Dus hou hem in de gaten en herken hem gewoon voor wat het is. De neiging van het ego to keep going en te zorgen dat je aandacht precies de verkeerde kant op gaat. That's what he does, that's the game. Dus onthoud gewoon een stelregel: iedere voorstelling van bewustzijn, iedere voorstelling van verlichting is het niet. Het gaat namelijk vooraf aan iedere voorstelling. Voorstelling is van de mind. En de mind is een beweging die wordt waargenomen. Een waarneming kan zich niks realiseren of begrijpen. Het is gewoon uitgesloten. Pijn is niks anders dan al het andere. Iets wat in beeld verschijnt en weer verdwijnt. Net als een gedachte, een emotie, een andere fysieke sensatie, bijvoorbeeld een hongergevoel of een klap op je neus, of weet je wel, iets komt in beeld en het verdwijnt weer, maar het beeld blijft wat het is, vrij, open, beschikbaar voor het volgende. Het hecht niet, het biedt geen weerstand. Dat hoort allemaal bij het ego. Dus je moet maar eens opletten als er pijn ontstaat. Gewoon even gadeslaan wat daar gebeurt. Voordat er pijn is, ben je. Yes? Dan ben je al. Dus als je je opstelt als het organisme, dan zeg je: ik heb pijn. Dat heet identificatie. Maar feitelijk ben je bewustzijn de achtergrond die dat hele feestje, inclusief dat gezeur over pijn, waarneemt. Oké, ja. Het verwoordt niet tot lijden. Er is pijn. So the fuck what? En inderdaad, zoals je zegt, zolang er een organisme is, zal er pijn zijn. En als het lang genoeg leeft, zal er slijtage optreden. Nou en? It's not me. Nou, dit ding is ook niks als een voertuig, een tijdelijke manifestatie. It's no big deal. Maar kijk maar eens, als je een keer geluk hebt dat je pijn hebt, en dan echt serieus en niet van je knie stuiten. Gewoon moet je gewoon observeren. Dus ook proberen een stapje terug te doen en te kijken: wat is nou de feitelijke pijn en wat zit er allemaal omheen? Van: oh, daar heb ik weer, en dat was toen ook al zo, en als ik nou maar niet weer, en dan kan ik dadelijk niet op wintersport, en wat zullen ze wel, we zouden uitgaan vanavond, en ik kan bijna niet lopen, en oh. Alle gezeik, weet je wel. Terwijl feitelijk is er gewoon een beetje intense energie op een bepaalde plek. In een infinite space.
Dat geeft ook al heel veel diepte of zo. En er is nog een voordeel aan pijn, als het echt flink zeer doet. Ja. It makes you fucking present. Ja. Pijn is fijn. En zijn doet pijn. Daarom nemen we relaties. Als we rond. Mout, geweldig. Dankjewel. Fuck off.